Hallo allemaal, wij zijn Rijnlands Insight. Ik ben Quinten. En ik ben Veronique. En vandaag beantwoorden we de vraag, wat is tweetalig onderwijs nou eigenlijk? Kom maar mee! We zijn bij de Engels TTO-les. En ik ben erg benieuwd wat ze gaan doen. What are you doing right now? Nou, we lezen Harry Potter, het eerste deel nu, in het Engels. Ja, we zijn het boek aan het lezen over Harry Potter en we zijn net in 4 groepen ingedeeld van de klassen en van alle TTO-klassen. En dan moet je door het jaar een beetje goed gedragen in de TTO-lessen en dan kan je punten krijgen voor elk huis. En dan wie de meeste punten heeft bij elk huis, die wint dan een prijs, maar ik weet nog niet welke prijs. Nice. Hallo, ik ben mevrouw Haasnoot en ik ben de TTO-coördinator hier op school. Wat is TTO nou eigenlijk? Well, TTO stands for tweetalig onderwijs. So that's basically bilingual education, which basically means that if you do TTO at our school in year 1, 2 and 3, you do 60% of your subjects in English and 40% of your subjects in Dutch. And why did you choose to do TTO? Ja, ik wilde eigenlijk gewoon beter Engels kunnen spreken, omdat het natuurlijk een hele handige taal is, zoals communiceren en zo. Ja, ik vind het Engelse gedeelte een beetje meer uitdaging, maar je went er gelukkig wel snel aan. Waardoor het zeg maar leuker wordt dan het aan het begin is. Ik ben ook nu al veel beter in Engels geworden en ja, ik vond het gewoon handig om, zeg maar, later heb je sowieso Engels nodig en nu word je gewoon nog beter. Ik vind zelf de taal niet heel moeilijk, omdat we op de basisschool ook al Engelse lessen hebben gekregen en nu het meeste ook in het Engels hebben, dus het is eigenlijk gewoon een soort van tweede taal geworden. Ja, en wat ik zei is, als je toch moeilijk hebt met het volgen, dan zijn eigenlijk alle docenten die je gewoon rustig uitleggen in het Nederlands, als je dat wil. Je mag ook Nederlandse vragen stellen. Dus het is gewoon heel erg op je niveau en dan ja, helpen ze je gewoon beter te leren. Vandaag hebben we laten zien wat tweetalig onderwijs is. Hopelijk hebben jullie een goed beeld gekregen van wat het allemaal inhoudt. Volgende week beantwoorden we een nieuwe vraag. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doei!